Suleiman, het was weer een fantastisch weekend. Ja, water beginnen. Mbappé en Neymar lieten zich even gaan, heb ik gezien. Ja, laten we met Mbappé beginnen. Kylian Mbappé die inderdaad die rode kaart pakt met een overtreding die niet hoort of past bij iemand van zijn status. Hij staat op het veld om doelpunten te maken en ja, het is frustratie. Het is niet lekker in een wedstrijd zitten en ik moet zeggen dat de laatste maanden, hij is al een keer eerder geschorst geweest, dit gedrag zie je bij hem iets meer aan de oppervlakte komen. En er zit een bepaald soort gif in hem, dat gif wat bijvoorbeeld Dennis Bergkamp ook had, hè. Die ging ook op spelers voeten staan. En dat zag je bij hem in deze wedstrijd ook weer. Er zit iets in zijn spel opgesloten, dat er iets van kortsluiting kan komen. En dat moet er wel uit, want op een gegeven moment ga je toch aan zo'n jongen een hekel krijgen. Hè? Want dit hoort helemaal niet thuis bij de voetballer die hij is. Het is een geweldenaar, hij is wereldkampioen geworden. Hij is naar Paris Saint-Germain gegaan, hij is topscorer van die competitie. En dat laat je op zo'n manier gaan. En dat vind ik wel jammer om te zien. Zijn ploeggenoot Neymar liet zich ook gaan. Ja, aan hem krijgen we ook steeds een grotere hekel. Nou, ik moet zeggen, ik heb een andere mening over Neymar, denk ik, dan misschien een gemiddelde voetballiefhebber. Maar hij was wel grandioos weer op bepaalde momenten. Hè. Dat manier waarop hij de 2-0 maakt met dat lopje, echt geweldig. En hij is 5 maanden weg geweest en het was de eerste basisplaats sinds hij weg is geweest. En dan op die manier kunnen voetballen, dat vind ik wel knap. Dus als voetballer heb ik eigenlijk niks op hem aan te merken. Behalve dat hij zich af en toe iets te makkelijk laat vallen misschien. Dat zit in zijn spel opgesloten, maar ja, dat is nou eenmaal, dat hoort bij Neymar. Maar wat er dan op de tribune gebeurt, ja, hij wordt uitgedaagd. Hij wordt een beetje gejend door zijn supporter die iets tegen hem zegt. Ik kan ergens wel begrijpen dat je denkt, wegwezen jij. Ja, dat je zo reageert. Maar hij moet daarmee om kunnen gaan. Ja, hij moet daar zeker mee om kunnen gaan. En dan heb je het over de voorbeeldfuncties die voetballers hebben. En het mag niet. En hij zal er vast voor geschorst gaan worden. Maar ik denk wel, en Zlatan had het ook een beetje in zijn laatste periode bij Paris Saint-Germain. Bepaald soort sterren krijgen toch een aparte behandeling. Je ziet het ook aan Memphis, hè, hoe die in de L'Equipe wordt becijferd. Dat met tweeën en drieën wordt daar gestrooid. De sterspelers, en zeker de buitenlandse sterspelers in Frankrijk, krijgen een aparte behandeling. Dat geldt voor schorsingen, dat geldt voor de cijfers, dat geldt ook voor de supporters die iets tegen ze zeggen. Daar moet je tegen kunnen. En daar moet Neymar ook tegen kunnen. Maar ik snap wel dat als jij geblesseerd bent geweest, je ziet dat Paris Saint-Germain uit de Champions League is geflikkerd op een bepaalde manier. En daar heeft hij wat over gezegd, daar is hij ervoor geschorst. 3 wedstrijden. Je verliest 3 wedstrijden inderdaad. Je verliest de tweede bekertoernooi, je verliest de Coupe de la Ligue. En nu verlies je ook nog eens de Coupe de France. En je hebt zelf weinig kunnen bijdragen aan het seizoen. Ja, dan snap ik wel dat je heel eventjes je kunt laten gaan, weet je. Ja, ik zie dat wel door de vingers. Maar in Frankrijk zien ze dat natuurlijk niet door de vingers. Want wat is nou heerlijker dan Neymar kunnen pesten? Ja, dat is wel hoe het ongeveer zit. Wat denk je, in Engeland wordt De Gea daar al gepest? Nou, De Gea is natuurlijk jarenlang de man geweest die met ongelooflijke reddingen Manchester United op de been heeft gehouden. Hè? Onder andere Mourinho en Louis van Gaal. Louis van Gaal heeft ook nog een FA Cup aan te danken die hij mooi op tafel zette. Dat was ook dankzij de veilige handen van De Gea. En de laatste weken is hij natuurlijk in beeld gekomen met blunders. En afgelopen weekend opnieuw in een hele belangrijke wedstrijd die ze moesten winnen. En spelen ze gelijk door een fout van hem. En dat zag je ook aan zijn gezicht, hè? In paniekmodus op zijn hoofd. Ja, hij zit er echt mee. Ja, het kan ze inderdaad de Champions League kosten. Dat wil je natuurlijk niet, als keeper niet op je geweten hebben. Maar ik vind het wel jammer. Want hij hoorde in mijn top 5 van beste keepers, maar daar is hij nu wel uitgevallen. Dat kan per week verschillen. Maar het is niet leuk om te zien als een keeper op die manier. Want dan ben je wel heel alleen ook op het veld. Hè? Je krijgt dan wel een schouder om je heen van Mata die zegt, ja, het is niet erg jongen. Ja, het is wel heel erg. Want hij slaapt er een paar dagen niet van. De coach zegt, we vergeven het hem. Ja. Hij blijft onze nummer 1. Ja, maar je moet wel opletten wie er volgende week op doel staat. Want als coaches beginnen te zeggen dat ze iets gaan vergeven, dan staat Sergio Romero gewoon op doel volgende week. Hetzelfde als wordt gezegd, de trainer heeft alle vertrouwen. Alle vertrouwen. Ja, dit is het meest pijnlijke is als jouw trainer ten opzichte van iedereen gaat zeggen, we vergeven het hem. Ja, tuurlijk vergeef je hem. Hij is al 5, 6 jaar lang daar onder de lat heel betrouwbaar. En elke keeper heeft wel zijn blunder, maar hij zit in een hele fase van mindere wedstrijden. Dus hij had hem misschien al eruit moeten halen en Sergio Romero erin moeten zetten. Dat heb je wel eens als keeper. Dat je eventjes niet lekker in zo'n wedstrijd zit of niet lekker in zo'n maan zit of niet lekker in je vel zit. En hij speelt natuurlijk op de achtergrond ook nog mee dat hij een nieuw contract wil, een hoger salaris. En hij wil net zoveel verdienen als de grote jongens bij de club. En dat is hem dan nog niet gegund. Dat speelt natuurlijk ook mee op de achtergrond. En dat kan op een gegeven moment aan je gaan vreten. En dat zie je dan terug op het veld. Want het moet wel allemaal goed zitten ook tussen je oren. In Nederland was zaterdag Koningsdag. Van genoten trouwens. In welke zin van genoten?
Nou, wat heb je gedaan? Nou, mijn vriendin was jarig. Hè. Die is ook jarig op Koningsdag. Dus we hebben een verjaardagsfeest gevierd. Dus ik heb heel veel wedstrijden niet live kunnen zien daardoor. Dat is wel. Okay. Ja, dat moet je dan. Dat zit in het pakket, hè? Dat zit in het pakket van een vriendin hebben. Ja. Dus heb ik een dag later heb ik dat ingehaald. Dus dan begin je om 7, 8 uur 's morgens met voetbal kijken. Zo, dan een klokje rond en dan haal je alles weer in. Dus heb ik ook genoten onder andere van Dortmund Schalke. Ja, want daar wilde ik naartoe. Is Huub Stevens de koning van Gelsenkirchen, denk je? Ja, natuurlijk. Als je met 4-2 wint uit bij Dortmund, dan ben je de koning van Gelsenkirchen. Alleen, je moet wel, als je de wedstrijd gezien hebt, het is wel de manier waarop, hè, met 9 tegen 11, komt Schalke nog in de problemen. Schalke heeft 11 man, Dortmund 2 rode kaarten. Met 9 tegen 11 komt Schalke alsnog in de problemen. En lukt het Dortmund bijna om nog gelijk te spelen. Alleen in de counter wordt het dan 4-2. Kijk, Huub Stevens heeft het geweldig gedaan. Die is ingestapt op het moment dat het Schalke niet goed ging. En hij is als brandweerman Huub binnengehaald. Hoe lang je naar Huub Stevens kijkt, op een gegeven moment denk je, hij heeft het vaak over dat het een schande is dat die spelers geen passie voor de club tonen. Weet je? Want dat is een beetje wat hij vaak voor een camera zegt. En ik heb hem ook ruzie zien maken. Speelde ik in de beker, daar werden ze uitgeschakeld. En dan voor een camera weigert hij op vragen in te gaan. Of hij wordt eigenlijk, terwijl het interview loopt, wordt hij eigenlijk nog steeds, is hij nog steeds woedend over de inzet van die spelers die dan die niet was. En ja, eigenlijk moet ieder mens een innerlijke Huub Stevens hebben. Dat als je een dag geen zin hebt, dan moet je de innerlijke Huub Stevens wakker maken. En dan heb je wel weer zin in een dag. Wel het meest opmerkelijke moment van dit weekend, dat was in de Championship zondag. Ja. Vertel. Ja, ik denk dat je doelt op Marcelo Bielsa en Leeds die 1-0 voorkomen. Juist. Door een controversieel doelpunt dat niet had mogen vallen. Rode kaart El Ghazi. Ja, schandelijke rode kaart. Hij deed niets, hij rukt zich los. Ja. Nou ja, dat is fout gezien, maar goed, dat kunnen we wel. Iedereen vindt dat. Juist. Ik vind het wel knap dat je als trainer je ploeg dirigeert om er eentje door te laten terwijl je bezig bent om te promoveren rechtstreeks. Ja, het ging nogal ergens om. En Leeds United heeft het hele seizoen bij de eerste drie gestaan. De hele seizoen zicht gehad op de Premier League. En door dit gelijkspel zijn ze veroordeeld tot de play-offs. Ik was al een beetje voor Bielsa, omdat ik het mooi vind dat er een volwassen man op een emmer zit te kijken naar een voetbalwedstrijd. En hij laat Leeds ook op een bepaalde manier spelen dat je niet verwacht in het championship. Ik vind het leuk om naar Leeds te kijken. En dat is mede dankzij Marcelo Bielsa. Die nooit een prijs wint. Dus hij heel apart is als trainer. En dat bleek ook wel uit de manier waarop hij die 1-0 voorsprong weer ongedaan maakte. Door zijn team te zeggen van, jongens, laat er eentje door. Alleen eentje had daar niet zoveel zin in. Ik geloof dat Pontus Jansson was, de Zweedse verdediger. Die probeerde nog de 1-1 te voorkomen. Snap jij het standpunt van die coach? Nou, je ziet het bij pupillenwedstrijden wel eens. Ja. Dat er iets gebeurd is en dat zo'n doelpunt dan per ongeluk valt. En iemand schiet een bal terug en door de wind valt hij erin. Ja. En dan, dat zie je wel bij de E'tjes en de F'tjes. Maar je ziet het dus nu ook op profniveau. En dat is wel mooi. En Marcelo Bielsa is heel rechtlijnig. Wordt El Loco genoemd, is de gek. En dat gekke zie je ook hierin terug. Want ik weet niet hoeveel trainers dit hadden gezegd tegen hun ploeg. Die hadden mooi die 1-0 overwinning meegenomen en gezegd, de groeten. We zien jullie terug in de Premier League. Bielsa, voor jou een held? Held van het weekend? Nou ja, ik vind wel echt een held en iemand die wel even genoemd moet worden in dit filmpje. Ja, ik wil Marcelo Bielsa wel in de Premier League zien. Dat is wel iemand die ook Pep Guardiola onder andere heeft geïnspireerd. Hè. Pep Guardiola is voordat hij als trainer begon, naar Argentinië gevlogen om daar op de ranch van Bielsa over voetbal te praten. En dan moest de vrouw op een gegeven moment om 4 uur 's nachts toch gaan vragen of het misschien niet tijd werd om te gaan slapen. Want die twee bleven maar bezig met de pannen en bekers en vorken en messen slepen over tactieken en hoe je moet voetballen, weet je wel, met vlees erbij. Geweldig. Dus dat is echt een voetbalidioot en die ook, we kunnen nu wel doordraven over Bielsa, dan wordt het een te lang filmpje. Maar ik heb zelden meegemaakt dat een trainer door zijn assistenten, als hij bijvoorbeeld tegen Norwich City moet voetballen, dat hij dan alle wedstrijden van Norwich City laat uitpluizen. En dan heb ik het niet over twee wedstrijden analyseren, maar gewoon over 40 wedstrijden bekijken door zijn assistenten. En dat dan in hapklare brokjes vertalen naar de spelers toe. Er zijn weinig trainers die voorbereiding op een wedstrijd zo serieus nemen als Marcelo Bielsa. Hij was bondscoach WK 2002 en toen kwam er een vrachtschip over met alleen maar videobanden van alle kwalificatiewedstrijden uit de Afrika Cup. Want stel je voor dat je tegen Cameroen moet in de achtste finale of zo. Nou, ze werden in de groepsfase uitgeschakeld. Dus die voorbereiding was voor niets, maar zo gek is hij. Ja. Oh. Ah, dat was hem alweer, hè? Zeker. Staat weer 20 minuten op. Weet je wat een mooi verhaal is ook? Hij was bondscoach van Chili en dan ging hij bij de Toulon toernooi, 120 toernooi, ging hij kijken. Chili 120 speelde daar ook, denk ik. En met zijn assistent samen gingen ze wedstrijden kijken en ze hadden een vrije dag. En toen had Bielsa bedacht, weet je wat, we gaan die omgeving eens verkennen met de fiets.
En Bielsa had afgesproken om 8 uur 's ochtends in de hotellobby. Maar Bielsa kon dus die trap aflopen. Zijn assistent zit al klaar met 2 fietsen, want hij moest de fietsen huren. Ja. En hij vroeg, waar is de kaart? Toen vroeg hij, de kaart, hoezo, we gaan toch gewoon een beetje rondfietsen? Hij zegt, nee, ik ben net een Duitser. Als we gaan fietsen, dan ben ik een Duitser. Dan moet ik wel weten waar we naartoe gaan, hoe we naartoe gaan, wat de route is. Anders ga ik niet fietsen. En toen is hij weer de trap op gegaan en had geen zin meer om te fietsen, want de kaart ontbrak. Weet je wel, het is ook wel een heel rare vent. Dus ik begrijp een controlfreak en ik begrijp wel dat hij dan... Dat gedrag, als je dat een beetje zo dooranalyseert, dan begrijp ik wel dat hij zegt tegen zijn ploeg, doelpunt weggeven. Een normaal persoon doet het natuurlijk niet. Die denkt, weet je wat, we jatten hier deze overwinning en snel wegwezen. We krijgen een beetje controverse over ons heen. Maar wellicht speelt ook mee met het akkefietje rond de Spygate. Hè, wat ook wel voor slechte reclame heeft gezorgd voor Marcelo Bielsa. Daar heeft hij ook wel wakker van gelegen. Maar een lang verhaal nu. Stop, punt. Ja, bonusverhaaltje was dit voor bonusverhaal voor YouTube. Hartstikke leuk, top.